We boeken veel vooruitgang in ons onderzoek naar ALS, PSMA en PLS. Daarbij hebben we 4 doelen. Allereerst willen we de diagnose zo snel mogelijk stellen. Daarnaast willen we de zorg optimaliseren. Uiteindelijk willen we natuurlijk de oorzaak vinden van deze ziekte en een zo goed mogelijke behandeling voor onze patiënten vinden. In ons onderzoek werken we samen met de patiënt. We willen door de patiënt steeds meer te weten komen over de ziekte. We onderzoeken genetische factoren, maar ook factoren in de omgeving. Denk daarbij aan voeding, leefgewoonten en blootstelling aan schadelijke stoffen. Zo komen we steeds meer te weten over de oorzaak van de ziekte. In ons onderzoek verzamelen we zoveel mogelijk data van patiënten. Daarvoor hebben we een speciale ALS biobank en database opgericht. De afgelopen jaren zijn we in ons onderzoek enorm geholpen door de technologische vooruitgang. Zo kunnen we het menselijk DNA steeds beter analyseren en verwerken in de database. Ook kunnen we met behulp van de MRI-scan het verloop van de ziekte steeds beter vastleggen. Met nieuwe inzichten hebben we de duur tot het stellen van de diagnose kunnen verkorten. Vroeger duurde dat 18 maanden. Tegenwoordig kunnen we de juiste diagnose bij mensen al na 9 maanden stellen. Dat is belangrijk, omdat dat de periode van onzekerheid bij patiënten vermindert. Ook kunnen we de juiste behandeling vroeg instellen en de juiste zorg bieden. Ook op het gebied van de juiste zorg hebben we grote stappen gezet. Zo hebben we het ALS Zorgnetwerk opgericht. Een landelijk netwerk van centra die de beste multidisciplinaire zorg geven voor patiënten dicht bij huis. Hierdoor wordt de kwaliteit van leven voor mensen met ALS vergroot. Op dit moment kunnen we de ziekte helaas nog niet genezen. Maar we maken wel grote stappen in de richting van een betere behandeling. Meest veelbelovende is de gentherapie bij mensen met een familiaire vorm van ALS. Door het defecte gen te repareren kunnen we het ziektebeloop vertragen. Ook kunnen we met de grote datasets die we van patiënten de afgelopen jaren verzameld hebben, groepen patiënten onderscheiden en inzichtelijk maken wie welke behandeling nodig heeft. Zo kunnen we een veel gerichtere, gepersonaliseerde behandeling bij patiënten mogelijk maken. Door de grote vooruitgang die we boeken op al deze terreinen, blijf ik gemotiveerd om door te gaan met het onderzoek. De allerbelangrijkste drijfveer is natuurlijk de patiënt die ik zie op de polykliniek. Daardoor weet ik waarom het zo belangrijk is om een goede behandeling voor patiënten te vinden. Ik stimuleer ook andere mensen in mijn groep om ook zelf patiënten te blijven zien. Een andere motivatie voor mij is de internationale samenwerking. Door samen te werken met onderzoekers over de hele wereld kunnen we meer data verzamelen en data uitwisselen. Hierdoor kunnen we sneller komen tot een oplossing voor deze ziekte. We zitten op de goede weg. We weten alleen niet hoe lang het nog duurt totdat ALS een behandelbare ziekte is. Daarom is het zo belangrijk ons onderzoek voor te zetten. We hebben al veel bereikt met het geld dat opgehaald is door de Stichting ALS Nederland. Met mooie acties, mooie donaties. Laten we dit voortzetten. Geen tijd te verliezen.